En hier heb ik die heerlijke framboosjes. Die kun je heel goed combineren met bijvoorbeeld bietjes of fenkel. En ik heb ook deze salade gemaakt. Super simpel. De bladeren verspreid ik mooi over de schaal. Dan hebben we hier die prachtige framboosjes. Je moet wel echt een beetje voorzichtig doen, anders gaan ze zo snel kapot. Pistachenootjes. Een beetje hazelnootolie. Je kunt ook andere olie gebruiken, bijvoorbeeld avocadoolie als je dat toevallig in huis hebt. En dan als laatste de heerlijke geitenkaas van Boer Frank natuurlijk. Die drapeer ik er overheen. We zijn vandaag aan het koken met frambozen en geitenkaas. Hier op de boerderij van Boer Frank. En wist je dat er 15 miljoen kilo geitenkaas per jaar in Nederland wordt gemaakt? En in alle soorten maten. Hier heb je bijvoorbeeld de geitenkaas van Boer Frank zelf. Maar je hebt ook een jonge, een oude, met kruiden, zelfs een blauwe. Hier ook een hele jonge zachte. En ik heb iets heel lekkers gemaakt van de kaas van Boer Frank. Namelijk een tarte à tatin met tomaat en geitenkaas. Voor het deeg van de tarte à tatin begin ik met een beetje bloem. Daar breek ik een ei in. Zo. En dan mix ik dat met mijn handen voorzichtig door elkaar. Het is heel belangrijk dat de boter al is zacht geroerd. Doe ik erbij. Kijk, nu is het een mooi soepel deeg geworden. En heb ik hier gedroogde tomaatjes met de bolle kant naar beneden. En dan die ontzettende lekkere geitenkaas van Boer Frank. Die drapeer ik over de tomaat heen. Ik heb het deeg uitgerold. Die ga ik nu omkeren. En dan mag je de oven in op 175 graden, ongeveer 35 minuten. En als hij klaar is, dan wip je hem zo om en dan kan je meteen serveren. Wil je dit thuis zelf ook maken? Alle recepten staan op de Foodmakers website. Frank, mag ik je een beetje opscheppen? Ja, graag. Van deze salade met je eigen geitenkaas. Hij ziet er lekker uit met die frambozen. En frambozen en pistachenootjes. Dankjewel. En ik heb een tarte à tatin gemaakt van tomaten en ook weer jouw geitenkaas. Alsjeblieft.